De ordening van de kleinschalige mijnbouw is een van de grootste uitdagingen voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat zegt minister Regilio Dotsen. Hoewel er hard wordt gewerkt aan deze ordening, ondervindt het ministerie enorme obstakels op het veld, zegt hij. De NH-bewindsman gaat in op enkele van deze obstakels. Het gaat een beetje stroef, omdat als je zo bezig bent, dan wordt het plotseling openbaar wie er allemaal achter zitten. Dan hoor je dat de kapitein wat heeft ontvangen. Dan hoor je dat de gemeenschap ook erin betrokken is. Dan hoor je dat die persoon een machine heeft gegeven aan dat dorp. Dat dorp praat niet met dat dorp. En plotseling vond iemand van ik moet vanuit de stad daar naartoe gaan om hier te vestigen met alles erop. Dus er zijn een heleboel linkjes die we aan het blootleggen zijn. OGS is een enorme speel voor ons daarbij. We hebben OGS een andere rol toebedeeld. Als werkarm van NH. Dus we will get there. Ondanks de uitdagingen heeft het ministerie toch ook succesverhalen. Zo is het wel gelukt de gebieden Brownsberg, Prokopondo, Matawai en Pamaka te ordenen. Nu brengt het ministerie Lawa in kaart, zegt Dotsen verder. Het begint met eerst de commitment. Wie heeft de concessie en wie neemt verantwoordelijkheid voor wat er op de concessie gebeurt. Dus dat gebeuren zijn we nu aan het veranderen en dat werpt hele goede vruchten af. Toch heeft men zich afgevraagd, wat is gebeurd met OGS? Waarom hebben ze een andere rol gehad? Nou, omdat, kijk, het is eigenlijk het aard van het werk. Hè? Je weet nooit, men is nooit tevreden, het is altijd is het links of rechts of boven of onder. Maar wij hebben gezegd, kijk, we gaan... niet mensen zetten in een verleidbare positie. We gaan ervoor zorgen dat de mensen een ontwikkelingsrelatie hebben, een partnerschap hebben met de concessionarissen, met de mensen die beschermd moeten worden en de mensen die aangepakt moeten worden. Dus wij zorgen ervoor dat er meer elementen betrokken zijn in het beleid, in de uitvoering, waardoor ook het adagium verandert en men minder insinuaties en aantekeningen kan maken. Minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen over de ordening van de kleinschalige mijnbouw. Onze nieuwsdienst sprak hem meteen na de jaarrede van waarnemend president Ashwin Adin.